Vanuit het Biesboschcentrum vertrekt de Halve Maan, de grootste salonboot van Europa op zonne-energie, om oud-medewerkers van NN een onvergetelijke dag te bezorgen. We varen door de sloten en kreken van de Hollandse Biesbos, met namen als Moldiep, Kikfors en Helsloot. Het is het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa. Het is een rivierdelta tussen de Bovenmerwede en de Amer, waar het getij nog vrij spel heeft. De tocht gaat langs wilgenvloedbossen, grienden en polders. Hier zien we nog een grindhuisje. Hierin sliepen de grindwerkers van maandag tot en met zaterdag. Het bezat een wc die twee keer per dag door het getij werd doorgespoeld. De gids geeft veel informatie. Hij is in dit gebied geboren en getogen. Als 8-jarig jochie heeft hij de watersnoodramp in 1953 meegemaakt. Hierachter ziet u een fors aantal dode bomen straks verschijnen aan de stuurboordkant van het schip. Oftewel de rechterzijde. En dat zijn twee polders, twee voormalige landbouwpolders. Achter deze gele tonnen is landbouwgrond onteigend om er wateropslag van te maken. De Helsluis is een schutsluis. We gaan namelijk niet in een bak. De sluiswachter opent de puntdeuren door middel van een rolbrug. We verlaten de rustige, toeristische wateren en belanden tussen de beroepsvaart op de Beneden Merwede.
We varen onder de A27 door. Daar komt ons eindpunt in zicht, Woudrichem. Eerst de oude haven, maar uiteindelijk is er ook een plekje voor ons om aan te leggen. We verlaten het schip en krijgen een rondwandeling met een stadsgids door het vestingstadje Woudrichem. In de volksmond Woerkom. Woerkom. Ik weet niet of u Dr. Tinus wel eens gezien heeft, die serie. Die speelt ook hier vooral. Nou, vroeger deed men altijd, als het hoog water was, schotten ertussen en daar tussen paardennest. Inwoners verdienden hun brood met vissen. In het wapen staan nog steeds twee zalmen. Het huis van de familie Wijnbelt bezat hieronder een ijskelder. Vastgemaakt door het net. En zo werd het net binnengehaald. Ze deden het ook wel eens met paarden. Met paardengraf dus. Deze kantvisser die staat eigenlijk symbool voor alle vissers die eeuwenlang hier op deze manier hebben gevist. We wandelen over de omwalling. Deze typische bootjes zijn van de zalmvissers, voorzien van een huik, waarin de schipper de nacht kon doorbrengen. Deze katholieke kerk is gewijd aan de heilige Nepomuk, patroon van alle schippers. Zijn afbeelding staat in de boognis tussen de Dorische zuilen. De molen heeft een toepasselijke naam. Kijk over de dijk. De 34 meter hoge toren is rijk versierd. In de nissen zijn ruitvormige medaillons met koppen aangebracht. In het arsenaal zit het visserijmuseum. Het museum belicht de riviervisserij en in het bijzonder de rol die deze bedrijvigheid voor Woudrichem heeft gespeeld. De Woerkomse vlag en er staan vijf kruisjes bij. Dat staat voor de vijf kernen. Maar in 1 januari 2019 krijgen we een nieuwe gemeente. Woudrichem, Werkendam en Wijk en Aalburg bij elkaar. En het wordt dan de gemeente Altena. Via de gevangenpoort komen we terug aan de kade, waar ons schip ligt te wachten. De terugtocht maken we over de beneden Merwede met zijn scheepvaartindustrie. Tot aan Dordrecht.
Deze drijvende woningen zijn een zelfbouwproject. De Watertoren is een hotelrestaurant met een eigen moestuin. We varen het Wantij op en daar ligt de Erasmus, een oude rondvaartboot die nu een logeerboot is. We moeten een aantal lage bruggen passeren. Voor de eerste zakt het dak van het dek een stukje. Voor de volgende bruggen moet alles nog een stukje lager. Hierna kan alles weer omhoog, te beginnen met de radar. Terug in de Biesbos is goed te zien dat het nu laag water is. De schipper moet nu goed in de vaargeul varen. Aan het Moldiep eindigt onze mooie dagtocht.